Ronald Elwin Kappel, een van de grondleggers van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, werd gisterochtend vereeuwigd met een borstbeeld op de Johan Adolf Pengel Internationaal Luchthaven te Sanderij. In verband met het 55-jarig jubileum van de SLM werd de officiële onthulling gedaan door de directeur en de medewerkers. Rabbi Lakshmi Singh, directeur van de SLM, gaf aan dat Suriname te weinig doet voor de pioniers. Vandaar dat de SLM zijn eigen pioniers waardeert. Wat we weinig doen in dit land, behalve voor politici, maar andere pioniers, zien we weinig dat er geschiedschrijving over ze plaatsvindt. Of dat er een standbeeld of een borstbeeld van ze heeft. Dus wij hebben gedacht van, hey, laten we in ieder geval de mensen uit onze branche, die veel werk hebben verricht, dankzij hun kunnen we allemaal nu hier staan en een boterhammetje genieten. Dat komt door zulke mensen als meneer Kappel. U moet zich voorstellen dat in de jaren 50 Suriname heel anders Suriname was dan nu en ook de hele wereld. En dan is het, dat wil zeggen, moet je moedig zijn om vooral in de luchtvaart te gaan investeren en te gaan uitoefenen. Dus nogmaals, alle respect en daarom hebben we gedacht bij de SLM, laten we 55 jaar kick-off de man die eigenlijk niet alleen de SLM heeft gemaakt, maar de man die de luchtvaart in Suriname heeft gemaakt. Van de SLM. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij moet de beste vliegmaatschappij van Suriname zijn, nu en in de toekomst. Waar gaat de SLM naartoe? De SLM gaat er naartoe dat we in de regio straks, tegen eind van het jaar, moeten de 737-300's, die moeten eruit. Ze zijn al, laten we zeggen, wat we noemen uitgefaseerd. Wij zijn de afgelopen weken, maanden zelfs, druk bezig om te kijken hoe gaan we de route bedienen. We willen wat veranderingen inbrengen. We willen wat... aan mij is in de tijd gezegd, toen ik werd aangenomen, dat ik naar de presscom. Toen hebben ze me gezegd, directeur, we verwachten van u innovatieve ideeën en out of the box springen. En ik spring iedere dag out of the box, dat de raad tegen me zegt, weer in die box. Toch? Maar is goed. Een van de out of the box en innovatieve gedachten is dat we aan het bestuderen zijn om de route intensiever anders te gaan bedienen. Dat we meer steden willen aandoen in de regio. Dat we het willen doen, en dat is in studie hoor, hangen we er niet aan op, dat we het willen doen met meer vliegtuigen. Als het allemaal lukt, dan denk ik dat we over een jaar of 2, 3, misschien 10 of 11 vliegtuigen hier op Sanderij zullen hebben staan. En geen kapelkast, maar laten we zeggen Embraers, machines van 90-100 man en misschien 1 of 2 grote. Dat was dus Rabbi Lakshmi Singh, directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, gisterochtend voor de onthulling van Ronald Elwin Kappel, een van de grondleggers van de SLM.